Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ik ga het hebben over een haarproduct. En nee, dit is niet gesponsord. Dit doe ik echt zelf uit vrije wil. En uit ervaring. Omdat ik het een aantal keren gebruikt heb. Twee keer. De eerste keer dacht ik van nou, doe ik niet zo zwaar. Ik doe het licht, maar het is donker, goudbruin. Dus ach, laat ik dit keer maar 30 minuten doen in plaats van 35 minuten. Zoals je nu ziet, het is ietsje donkerder uitgevallen. Kijk, je kan het denk ik licht zien. Het is echt donkerbruin geworden. Als ik heel eerlijk ben, ik vind het zelf niet mooi. Maar ik weet niet hoe jullie het vinden. Het is best donkerbruin. En het gaat over dit product. Dit is een Schwarzkopf Naturel en Easy. Voedend, moisturizend, permanente haarkleuring, color, retention. En 93% natuurorgaan ingrediënten. Dus op natuurlijke basis. Ik moet zeggen, ik heb het pas gedaan vorige week. En ik moet zeggen, mijn haar is nog steeds net zo mooi en net zo goed en net zo glad als daarvoor. Ik heb eerst al dat oude verf wat ik had, heb ik uit laten groeien. En toen ben ik deze gaan gebruiken. De eerste keer heb ik 20 minuten gedaan, dus het was ietsje lichter. Dus echt een beetje deze kleur. Ik hoop dat je het kan zien. Een beetje die middelste. En nu ik het ietsje langer laat zitten, nou is het een beetje donker, ja. Sorry. Dus ik zit eigenlijk te denken om te ontkleuren en dan weer opnieuw te kleuren. Dat weet ik nog niet, daar moet ik nog even over nadenken. Maar het is wel deze kleur en die nummer. Dus mocht je zo zijn. Volgens mij was het in de aanbieding bij de Kruidvat en ook wel eens bij de Ethos. Dan moet je dan maar eens even kijken. Ik vind het gewoon top. Er zitten hele goede ingrediënten in. Dat heb ik geleerd van vrouwtje. Things About Vrouwtje. Die heeft een hele video erover. Moet je even kijken op haar kanaal. Dus in ieder geval wel een shout-out voor haar. En ja, door haar ben ik op gaan letten en gaan zitten lezen. Dus ik zou in ieder geval zeggen, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Het is gewoon, gewoon simpel. Je hebt, ik zal het toch maar even laten zien. Anders ga je erom vragen. Dit is zeg maar de Care Conditioner. Dit is het flesje met dat spul erin. En er zit hier de kleuring in. Wat er ook in zit, is handschoentjes en de gebruiksaanwijzing. En die geeft ook aan voor de eventueel voor de uitgroei. Ik zou zeggen, als je het voor het eerst doet, lees alsjeblieft wel de gebruiksaanwijzing. En daar kom je al een hoop ver mee in hoe je het moet doen en uitleg. Dat zit er allemaal in. Ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte en geef dit filmpje een duimpje. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken.